Welkom bij dit nieuwe webinar over je appartement of woning splitsen in meerdere appartementen. Ik heb hier even een concrete voorbeeldcase. En ik kreeg de vraag van Brian, want die is bezig. Is bezig met de VVE, met het splitsen van een woning in appartementen. En ook één appartement moet extra gesplitst worden. Althans, dat is de bedoeling. Als alles goed gaat. Nou, het gaat even te ver om je te vertellen hoe dat dan precies zit, wat zijn plan is. En ik wil het juist voor dit webinar zeg maar voor algemeen gebruik geschikt maken. Dus gewoon, wat is nou het principe van een appartement splitsen? Nou, het belangrijkste zie je eigenlijk niet zozeer op dit plaatje. Want ik zal zo meteen eventjes meer laten zien wat mogelijk is bij het appartement. Waar het wel om gaat is het juridische deel. Dus als je woning wilt splitsen in meerdere woningen, dan is het belangrijkste dat is toegestaan van jouw gemeente. En ik weet dat sommige mensen dat niet doen, dat negeren. En dan gaan ze een beetje illegaal woningen splitsen, semi-splitsen, want dan split je natuurlijk niet officieel. En daar toch meerdere mensen in zetten. Het nadeel daarvan is natuurlijk gewoon, los van dat je illegaal bezig bent, wat gewoon niet kan, is dat je het ook in de toekomst bijvoorbeeld, dan heb je ook niks in handen. Stel dat er dan twee mensen huren van jouw appartement, wat jij in bezit hebt, en je zou het ooit willen verkopen, dan kun je dat niet verkopen, want dan heb je als het ware twee mensen in één huis wonen, zonder splitsing, het heeft ook geen aparte huisnummers, heel praktisch geen aparte containers, echt geen brievenbussen. Allemaal heel erg lastig en gewoon fout natuurlijk. Dus ik raad het ook ten strengste af. Dus dit gaat erom, als het mogelijk is, en ik zal een bericht erbij zetten van, waarin ik alles uitleg over het splitsen van appartementen, wat je daarvoor nodig hebt, hoe het gaat met het bestemmingsplan, met de vergunningen. En als dat allemaal lukt, althans als het lijkt te lukken, dan is het natuurlijk ook gewoon goed om te kijken naar exacte tekeningen. En waarschijnlijk heb je er al lang over nagedacht, hè, want anders kom je niet eens op het idee. Waarschijnlijk is de woning geschikt om te splitsen in jouw ogen. Maar ik wil nu gewoon een concrete situatie even aan de hand pakken. Nou, ik laat heel even de gevel zien. Het is gewoon een appartementengebouw zoals je hier linksboven ziet. De redelijk standaard, gewoon een jaren 30 appartementengebouw. Met veel voordeuren, dus dat is op zich hartstikke gunstig natuurlijk, dus daar kun je nog wat mee. En ook voor de rest een prima indeling om extra te splitsen. Nou, op dit moment is het al een beetje splits, maar er is één grote woning. En die gaan we zo even bekijken. Nee, die gaan we zo tekenen. Laten we hem direct bekijken. Als je op de begaande grond bent, dan is er gewoon één entree, dan ga je direct omhoog. Dan kom je op de eerste verdieping. Laten we daar direct heen gaan. Want dat is natuurlijk het meest interessant. Want dit is een grote woning van meer dan 110 vierkante meter. En je ziet hier als je hierboven komt, dan heb je een aantal ruimtes. Het logischste is als je gewoon hier een soort de woonkamer, annex, eetkamer inloopt. Wat er hier dan nog niet is, maar kan komen, is een badkamer. En hier een verblijfsruimte, noem het een mini slaapkamertje. En hier is een verblijfsruimte, maar het is natuurlijk feitelijk gewoon de keuken. Nou, hier is een stukje plat dak. En dat is natuurlijk geschikt, als dat ook weer mag, om daar een dakterrasje te maken. Dan heb je natuurlijk een stukje buitenruimte. Natuurlijk, als je later wilt gaan verhuren, is dat zo belangrijk om daar meer huurkosten voor te ontvangen. Nou, dan gaan we naar de tweede verdieping. Dus even terug. Hier gaan we dus terug hier met de trap. En dan gaan we verder omhoog. En dan kom je hier in redelijk grote verblijfsruimte. En dan heb je hier nog verblijfsruimte en hier ook. En die kun je natuurlijk prima geschikt maken. Nou, dit is de situatie zoals die niet helemaal is, maar ik vind het een goede benadering. En wat belangrijk is natuurlijk hoe het kan worden. En daarom is het belangrijk om te zien, zeg maar, dus van de eerste verdieping bestaand naar de eerste verdieping nieuw. Laten we die eens eventjes gewoon gaan vergelijken met elkaar. Wat het idee nu is.
Dat is natuurlijk gewoon zorgen dat er op beide lagen, maar ook op deze laag, dus een badkamer komt en een keuken. En er zijn eigenlijk twee opties. Dit is de eerste optie die uitgetekend is. Als je dan ziet wat hier nu is. Hier is een keuken. Nou, de badkamer is er niet, maar nou, het wordt in ieder geval anders. En daar is een stukje plat dak. Hier zie je dat. Nou, dat wordt dus ingevuld hier door een kleine dichtbouwing. Een optopping is al een groot woord. Want ja, je bouwt op een plat dak. Dat noemen ze een beetje een optopping, maar ja, feitelijk is het gewoon hier het dichtmaken van de muur. Zorgen dat het dakje geschikt is. En dat ook weer afdekken met een heel klein dakje. Maar je hebt natuurlijk ook hele kleine ruimtes. Wat je natuurlijk wel mooi creëert is dan hier een keuken. Waarbij je doorloopt hier naar de woonkamer. En dan naar hier een slaapkamer met een badkamer daaraan vast. En dat is natuurlijk op zich wel mooi. En dan heb je hier nog een aparte, noem het een eetkamertje. Of hier zou je ook nog een slaapkamertje van kunnen maken. Maar het nadeel natuurlijk is dan dat deze slaapkamer geen gebruik kan maken van de badkamer zonder door deze slaapkamer te lopen. Dus dat is wel een item. Wat natuurlijk mooi is, is dat in deze ruimte hier bij de hal, als je hier binnenkomt, heb je weer een apart toilet. Dus je hebt echt een toilet voor je bezoekers en dat is natuurlijk gewoon heel prettig. Zo is het nu gemaakt. En dan ga je naar de tweede verdieping. Kom je hierboven, dit is gewoon echt eigendom. Of gebruikseigendom van degene die hier op die tweede verdieping gaat wonen. Die heeft dan hier de badkamer en hier ook weer een slaapkamer aan de badkamer. Dat is op zich mooi, maar dat betekent wel dat er ook maar één echte slaapkamer kan zijn. Dus het is een beetje langgerekt appartement natuurlijk. Dus om daar twee slaapkamers te maken, dan zou je heel veel verkeersruimte hebben. Dan zou je echt een gangetje moeten maken, wat natuurlijk een beetje knullig gaat worden en ogen. Nou, het mooie is natuurlijk wel dat je een stukje buitenruimte hebt, een stukje dakterras. Dat was er al en ja, dat is natuurlijk gewoon helemaal mooi, want ook dat is natuurlijk voor de gebruiker heel erg prettig. En dat levert dus ook gewoon extra huur in de inkomsten op. Dus dat is, ja, dat is heel prettig. Maar ik stel voor om even te kijken naar een alternatief plannetje. Kijk, je wil eigenlijk iets creëren dat beide appartementen een buitenruimte hebben. En dat is op zich mogelijk. En je ziet hier de buitenruimte aan de buitenzijde van de tweede verdieping. Dat is zeg maar echt een, ja, nog niet eens een metertje, ongeveer 80, 85 centimeter buitenruimte. Maar natuurlijk heel charmant. En gewoon prima om twee stoeltjes neer te zetten om dan buiten te gaan zitten. En daar een heel klein tafeltje te hebben. Ja, het is dus geen ruimte om vier stoelen omheen te zetten. Maar wel gewoon vaak leuk om met z'n tweeën te gaan zitten. En dan is het natuurlijk ook gewoon best wel lange buitenruimte. Dus je kunt ook echt gaan liggen bijvoorbeeld als het mooi weer is. En dan is dus de vraag, ja, als de bovenste laag al een buitenruimte heeft, waarom zou je die dan ook nog een keer hier het dakterras geven? Dat is natuurlijk een beetje zonde. Een alternatief is om hier gewoon aan de slag te gaan. En te zeggen hier, om deze ruimte gewoon zoals bedacht in te gaan vullen hier. Waarbij de muur dan een beetje als het ware doorloopt. En dan hier een keuken ontstaat. Een kleine keuken weliswaar. En dan komt hier ook een koelkast, en dat is natuurlijk passende meten. En dat zal de vraag worden of dat echt lekker gaat passen. Maar dat is natuurlijk het mooie dat dan hier nog steeds dat toiletje kan komen. Wat in het andere plan ook gemaakt was. En, wat je dan kunt creëren is hier, en dat is natuurlijk mooi, een trap. Een speeltrapje wat omhoog gaat met zeg maar hier een deur. Waarbij je hier zo omhoog gaat. Om dan vervolgens een laag naar boven. Die klik ik nu aan. Dan kom je dus hier met die trap aan op het dakterras. Nou, natuurlijk moet je het hekje daar een beetje goed voor aanpassen. Dit zal dan dicht moeten.
Dus dat is dan wel een nadeel natuurlijk voor de persoon die hier gaat wonen, maar daarvoor zal hij ook wat minder huur gaan betalen. Maar wat hij minder aan huur gaat betalen hier, die krijgt hier ruimschoots terug van deze huurder. Sterker nog, deze huurder zal door het dakterras echt wel een meerwaarde hebben. En die krijg je dus hier ruimschoots bij van de huurder op de eerste verdieping. En ja, dat is natuurlijk heel gunstig, want zo vergroot je dus de huurinkomsten van totaal jouw twee appartementen. Nou, de doorbraak die gemaakt moest worden is hier nog steeds het geval. Dus hier moet een deur komen, dat is natuurlijk een behoorlijk forse muur. Maar dat is natuurlijk wel nodig om hier gewoon die doorloop te creëren. Nou, en vervolgens moet nog steeds hier natuurlijk de muur gemaakt worden met de deur. En wordt dit helemaal dicht gemaakt. En ook deze muur wordt gesloopt. En hier komt ook een doorbraak, ook weer in een behoorlijk dragende muur natuurlijk. Hè. Dus dat is ook weer behoorlijk forse ingreep, maar het kan wel prima hoor. En dat betekent dat je dan natuurlijk gewoon een goede toegang maakt voor alle appartementen. Want hoe wordt het dan? Dan komt het dus ook hier, kom je boven eigenlijk met twee bezoekers, of met twee gebruikers moet ik zeggen, van appartement 1 en 2. Nou, de gebruiker van appartement 1 die gaat hier binnen en die doet hier zijn deur op slot. Nou, gebruiker 2 die gaat hier naar binnen en doet dan zijn deur op slot. Dit is dichtgemaakt. Dus hier kan de gebruiker van het tweede appartement alleen maar direct naar boven lopen. Maar dit is natuurlijk wel een mooie ruimte om bijvoorbeeld een klein kastje neer te zetten en wat jassen op te hangen. Nou, die gebruiker gaat naar boven en die heeft daar natuurlijk gewoon zijn eigen woning. Nou, gebruiker 1 heeft hier dus een mooie ontvangstruimte. Met een toilet natuurlijk ook voldoende ruimte om jassen op te hangen en ja, zelfs nog wat meer in te vullen. Nou, dan is het een beetje natuurlijk een kruipdoor, sluipdoor oplossing. Maar dat is eigenlijk ja, bij jaren 30 appartementen in deze schakering, zeg maar zo langs een weg, is dat best wel vaak. Dus ja, sommige mensen vinden dat ook gewoon charmant. Ik stel me ook voor dat hier gewoon bij die trap dit helemaal glas is. Hier gewoon een lekkere openstaande deur zit naar die spiltrap. Nou, er ging even iets mis met de opname, dus we gaan nu gewoon weer verder. Dus laat deze aan de kant schuiven weer. Dus zo. Maar je had het beeld al. Dus dit wordt behoorlijk glas met de mooie deur. Hier ga je dakterras op. Dat betekent natuurlijk wel dat je met je kopje koffie en de iPad natuurlijk op een spiltrap moet lopen. Maar dit kun je best wel royaal uitvoeren. Dus dat zal niet heel erg benauwd aanvoelen. En het wordt dus hier een behoorlijk gangenstructuur. Maar dan kom je hier wel in deze mooie woonkamer. Met de ruimte eraan vast. En zoals je net zag, is er gewoon prima een slaapkamer met eraan een badkamer te maken. Heb je dus gewoon een heel mooi appartement. Met een mooie keuken. Een relatief kleine keuken, maar denk ik wel mooi. En zoals ze dan zeggen, een bijzondere keuken. Apart bezoekerstoilet, natuurlijk ook gewoon verhogend voor de huurinkomsten. Mooie entree en dus het dakterras hier. En vervolgens komt hier dus de tweede bezoeker boven. En dan kun je dus hier nog steeds de badkamer van maken. Hier de slaapkamer. Hier echt een bijzonder mooie woonruimte. Nog steeds zit een grote woning, echt 70 vierkante meter plus. En natuurlijk gewoon buitenruimte helemaal rondom. En zoals je wellicht al hebt gezien, heel veel glasoppervlak aan deze zijde. Dus er komt echt wel bijzonder veel daglicht binnen. Zelfs twee ramen aan de badkamer. En dat zie je natuurlijk bijna bij geen één badkamer van deze oppervlakte. Dus dat is op zich wel echt iets heel moois wat dan gecreëerd wordt. Dus tot zover het webinar over het splitsen van appartementen. We hebben het natuurlijk vooral in het begin gehad over het moet mogelijk zijn. Als het mogelijk is, dan ga je natuurlijk bouwkundig kijken hoe je het precies gaat doen. En dan ja, staat niets meer in de weg om het gewoon het avontuur aan te gaan. En zo dus de huurinkomsten te verhogen en er gewoon voor de gebruikers bijzonder mooie appartementen te maken. Nou, succes!
Mocht je een vraag over verbouwen hebben, stel hem gewoon bij ons op de website. Heb je een vraag over spouwmuurisolatie, dan ga je naar verbouwkosten.com/spouwmuurisolatie bijvoorbeeld. En dan ga je gewoon naar onderen en bij de reactie stel je gewoon je vraag. Komt die naar voren in een webinar of in een podcast. Of je krijgt een apart bericht van ons hoe we je kunnen helpen. Dus zo willen we helpen voor een betere en ook betaalbaardere verbouwing. Succes en tot een volgend webinar.